allemaal, super leuk dat je weer kijkt naar deze nieuwe weekvlog. Het is vandaag woensdagmiddag. Ik ben vandaag teruggekomen uit Ibiza. Eigenlijk klopt het helemaal niet dat ik vandaag ga vloggen. Maar ik wil gewoon allemaal dingetjes aan jullie laten zien en vertellen. En Ibiza was zo leuk, jongens. Echt, we hebben zulke leuke foto's gemaakt ook. En het was echt heel erg leuk. Ik ga vanaf vandaag tot en met zondag weer voor jullie vloggen. En dan komt deze weekvlog maandag online. Aankomende donderdag komt de Ibiza vlog online. Want ik wil hem gewoon helemaal mooi, gaaf, leuk bewerken en zo. Dus dat. En waarom ik alvast nu begin met vloggen vandaag. Want ik zou eigenlijk morgen pas beginnen. Is omdat ik iets binnen heb gekregen. Zelf gekocht. Zoals jullie weten ben ik echt een mega, mega Love Stories fan. En ik heb het volgens mij in mijn vorige week vlog al verteld. Maar de kimono van de Love Stories X&M lijn was dus weer op voorraad. Dus ik heb hem besteld. En hij is binnen. En hij is echt geweldig mooi. Tada! Dit is hem. Hij is een beetje beige, gebroken wit. Met zwart met rode sterretjes. En dan hier heeft hij een band. Met allemaal bloemetjes. En ik heb natuurlijk dit slaapmaskertje toen ook gekocht. En dat is precies in dezelfde stijl is dit. Echt vet leuk. De kimono was 40 euro. Wat ik echt heel erg vind meevallen. Omdat als je zeg maar de Love Stories zonder de H&M samenwerking koopt, zijn ze meestal rond 130. En nu dus was die 40 euro. En ik ben er zo blij mee. Ik wilde deze zo graag. Maar was echt al binnen, ik denk 10 minuten of zo was hij uitverkocht. En nu heb ik hem dus weten te bemachtigen. En ik ben er echt onwijs blij mee. Echt heel erg blij mee. Het is zeg maar van satijn of ik weet niet of het echt satijn is, volgens mij wel. Maar het is in ieder geval zo'n satijnen kimono. Dus daar ben ik heel erg blij mee. En kan ik lekker matchen met mijn slaapmasker. Wat ik nu aan het doen ben, is mijn Ibiza vlog aan het bewerken. En even de video aan het bewerken dat ik mijn koffer ging inpakken. Want die video wil ik eigenlijk morgen online hebben staan. Dus dat is wat ik ga doen. En vanavond ga ik bij Miu slapen, of hij bij mij. En ik heb ook een cadeautje voor hem gekocht in Ibiza. Het is niet echt iets boeiends of zo, maar deze mini kreek, hoe ze hem wel verdeffen. Ik vond het wel grappig. Dit is hoeveel milliliter zit. Oh, 5 centiliter zelfs. Dit, hè? Oh, hetzelfde grapje. Haha. 5 centiliter, 50 milliliter, hetzelfde. Maar die heb ik in ieder geval voor hem gekocht. Dus die ga ik vanavond aan hem geven. En voor mijn vader heb ik deze gekocht. Dit kleine Harley motortje van Ibiza. Van mijn vader is echt gek op motors. En de rest ga ik nog lekker niet laten zien. Want dat moeten jullie maar lekker kijken in mijn Ibiza vlog. Wat ik allemaal heb gekocht. En dat was eigenlijk wel wat ik nu even wilde vertellen. Hoi. Helemaal, het is vandaag donderdag. En ik heb vandaag nog niks gefilmd. Althans, ik had wel gefilmd vanmorgen. Of nou vanmorgen, vanmiddag, dat ik met Sharon pokeball ging halen. Want we hadden stage en we moesten daar ook avond eten. Ik ben echt net thuis. Het is 9:45. Wow. Het is 9:45. En we moesten vandaag van 12 tot 9 stage lopen. Ik doe namelijk de opleiding schoonheidsspecialisten. Nu moeten we stage lopen in een beauty salon. Dus ik loop bij eentje in Den Haag, in de stad. Morgen moeten we weer van 9 tot 6. En als het goed is gaan we morgenavond uit. Althans, als Char Jip heeft overgehaald. Want Jip wil het volgens mij niet. Maar anders gaan we uit. Dus dat is echt vet leuk. Ik ben zo blij met deze gorbelletjes. Ik krijg zoveel leuke complimentjes erover. Het zijn dus van dit winkeltje. Bij Curated. Ik heb het gewoon zelf gekocht hoor. Niks gesponsord of gedaan. Ik heb wel een heel erg leuk mailtje gekregen van straatstijl.nl. Ik weet niet of jullie dat kennen. Best wel een bekend winkeltje. Ook die wel samenwerking doet met mensen op YouTube. Die hadden mij dus ook een bericht gestuurd of ik wat leuke dingetjes wilde uitzoeken. Dus ik heb een lijstje naar ze toegestuurd met al mijn favorieten. En morgen krijg ik een pakketje binnen. Dus ik ben benieuwd wat erin zit. Dat ga ik ook allemaal aan jullie laten zien. En mijn haar is nog steeds stijl. Het moest wel in de staart vandaag voor stage natuurlijk. Maar het is nog steeds stijl. Ik ga denk ik morgenavond wassen. En dan nog een keer stijlen. Want zondag gaan Zoe, Miu, Storm, nog een paar andere jongens. Vrienden van Miu en, Storm en zo. Gaan we naar Thuishaven bij Amsterdam Dance Event. Echt vet leuk. Daar heb ik echt heel erg veel zin in. Dus als het goed is blijft Zoe zaterdagavond ook slapen. Zodat we ons nog leuk klaar kunnen maken. Want ik had glitters gekocht. Ik had bij bol.com
deze sterretjes gekocht. Omdat we dat dan zo op ons gezicht konden plakken. En zo heeft ook nog allemaal glitters. Dus echt vet leuk. Ik weet alleen nog niet wat ik aan ga doen. Misschien als er morgen iets leuks zit bij dat pakketje van straat. Is dat ook iets van dat aan ga doen. Maar ik wil eigenlijk een leuke rokje aan. Want het is en binnen en buiten. Dus ik moet nog even kijken. Deze trui die ik nu aan heb is trouwens van de Zara. En mijn pantalon is van de H&M. En mijn ring is van Gucci. Maar kijk. Je hebt hier dus een hele vlek. Want bij mij op stage moeten we ook de wc schoonmaken met chloor. En chloor is heel slecht voor je kleren. En ik had dus een vlek gekregen. En hier zit het ook een beetje. Ik denk niet dat je het nu ziet in het donker. Nee, maar in ieder geval daar zit ook een chloorvlek. Ik heb heel erg honger, dus ik ga nog even wat eten. Ik heb een yoghurtje en een stroopwafel. Dus die ga ik lekker opeten. Dan ga ik even op mijn laptop even filmpjes kijken en zo. En dan ga ik lekker slapen. En dan zie ik je niet meer. Zijn lekker op pauze. Nee, we hebben maar geen pauze. We zijn op stage. We moeten aan school werken. Jee. Wat een klus. Ja, vlog. Zo, lekker wat bio. Ik weet mijn wachtwoord niet meer. En van Insta. Weet je van Insta nog steeds niet? Nee. Waarom doe je niet wachtwoord veranderen? Maar volgens mij moet je daar je wachtwoord voor weten. Of doe wachtwoord vergeten. Het voelt echt niet als vrijdag vandaag. Ik heb honger. Ja, van jou moest die gordijn naar beneden. Kijk, hij gaat heel langzaam door. Oh nee, niet meer. Oh, het doet echt bijna je ogen. Ja. Oké, doei. Goed verhaal dit keer. Ik mocht net. Mocht ik bij mijn behandeling meekijken. Dus ik anderhalf uur lang. Char was me kwijt. Ik heb niet gezegd dat ik mocht kijken. Nee. Maar jij was ook opeens weg. Opeens? Ik was gewoon mijn werk aan het doen. En toen werd ik opeens de kamer ingestuurd. Ja, ik ook. Was toch je handdoekjes nat afmaken. Nee. Hoi allemaal, het is vandaag zaterdag. Zaterdag de 20ste. 20 oktober en ik hoef vandaag niet te werken, dus dat is heel erg lekker. Ik ga vanmiddag naar Char toe. Want we gaan zo meteen ook iets aan jullie vertellen. Wat al op Instagram staat. Maar we gaan toch alsnog aan jullie vertellen. Vanavond gaan we naar Kwik HBS. Dat is een voetbalwedstrijd die best wel bekend is. Dus daar gaan we naartoe. En je moet even niet op mijn haar letten. Want mijn haar is echt best wel een beetje vet. Ik moet er straks even droogshampoo in doen. Maar ik zat te twijfelen van ja, ik kan nu mijn haar wassen en opnieuw stylen. Want morgen gaan we naar een feest. Daar wil ik het ook stijl hebben. Of ik doe er gewoon even droogshampoo in. En was het dan morgenavond? Want waarschijnlijk gaat morgen maar toch naar bier, rook, drank, alles stinken. Maar we gaan naar een dance event thuishaven morgen. Dus vanavond blijft Zoe ook slapen. Dat is echt vet gezellig. We gaan ook naar Kwik HBS met Keir, Char, Zoe en ik. En daarna is nog een feest. Maar Zoe en ik gaan dan naar huis. Omdat we morgen anders echt helemaal kapot zijn. Want thuishaven is van 1 uur 's middags tot 11 uur 's avonds. Dus als wij dan vannacht uitgaan tot 5 uur, dan gaat het er niet worden. Maar ik heb echt een onwijs leuk pakketje van Straatstijl ontvangen. En ik ben hier zo blij mee. Ik had zeg maar wat items laten zien aan hun die ik heel erg gaaf vond. En ik deed gisteren die doos open en gewoon alles zat erin. Gewoon letterlijk alles zat erin. Als eerst deze rode belt bag. En het is dus van echt leer. Dat staat er ook in. En je hebt hier ook dit hangen. En heel vaak als zo'n extra labeltje leer aan een item zit, betekent dat dus dat het van echt leer is. En het staat hier ook in. Ik weet niet of je dat kan zien. Hier staat dus dat het echt leer is. En hij ruikt zo lekker. En hij is dus rood. Een beltbag. Dat betekent dus dat je hem zo om je middel heen kan doen. Ze hadden verschillende kleuren. Ze hadden zwart, lichtroze, geel en rood. En ik had gezegd dat ik roze of rood het leukst vond. Dus ik heb de rode gekregen. En hier ben ik echt onwijs blij mee. Dus die ga ik morgen ook meenemen als we uitgaan. Want dan kan ik hier gewoon mijn telefoon in doen. Want ik heb nu natuurlijk de iPhone 8 Plus. En die past er gewoon in. Want ik heb nog een beltbag. Eentje van mijn jewelry. Maar daar past mijn telefoon dus niet in. Mijn telefoon zit schoon. Maar hier dus wel. En er past nog heel veel extra's in. Echt onwijs chill. Deze is volgens mij uit mijn hoofd 55 euro. Maar het is hem echt, echt waard. Dus hier ben ik echt onwijs blij mee. Deze ga ik morgen sowieso gebruiken. Echt. Love it. Hij komt echt precies op het goede moment ook. Dan. Ik heb alles al uitgepakt hoor. Want ik kon gisteravond echt niet meer wachten. Maar het was zo donker. Dus ik kon het beter vandaag filmen. Deze groene velvet top. Met zo'n kraagje.
Deze vind ik echt onwijs leuk voor straks voor de kerst weer en zo. En het is gewoon een hele mooie stof. Hij zit ook heel erg mooi. Zo, het lijkt nu echt bleek zo. Of zo staan. Beter? Nee. Maar hij is echt een hele mooie stof. Ik weet niet, op camera kan je dat meestal niet zo heel erg goed zien. Maar ja, hij zit gewoon heel erg mooi. Ik vind het een hele mooie kleur. Straks voor met de kerst met een leerrokje of zo. Of een van de andere items die erin zitten. Dus deze, ik weet even niet hoe duur deze was. Maar ik zal even van alle items een linkje in de beschrijving zetten. Zodat je hem ook kan winkelen als je dat zou willen. Deze heb ik in een maatje S gekozen. Dus dat is item nummer 2. Dan nog een top. Ook een beetje voor de kerst eigenlijk. Oh, binnenste buiten. Grapje, ik ga hem even eruit halen. Maar deze vond ik zo gaaf. En ik, misschien dat ik deze morgen ook wel aan naar Thuishaven. Weet ik nog niet, want het is binnen en buiten. Maar mijn trui ga ik in de kluisje. Maar goed, dat is een heel ander verhaal. Dit topje met glittertjes en... Ik vind hem gewoon echt heel erg leuk. Ik hou echt van zulke soort topjes die doorschijnen. Ik heb er ook heel erg veel, maar deze vind ik echt heel erg leuk. Want zoiets had ik nog niet. Hij heeft een beetje een soort van kraagje. Niet extreem, maar een beetje. En dan gewoon lange strakke mouwen. En hij is bij mij wel iets langer. Maar dat vind ik niet erg, want dan kan ik hem gewoon in een broek doen. En deze heb ik in een maatje S ook. En hij schijnt wel door, maar niet... Ja, oké, hij schijnt wel extreem door, maar niet... Ja, ik weet niet. Het is nog wel subtiel of zoiets. En deze vind ik echt onwijs leuk. Hier zal ik ook weer een linkje van in de beschrijving zetten. Dan 2 broeken. Als eerste, of nou een beetje een legging. Zo'n latex legging is dit. En je moet hier echt van houden, ik weet het. Maar ik zag het en toen dacht ik, ik vind het gaaf. Maar staat het bij mij, dat weet ik niet. Dus daarom vond ik het juist zo gaaf om deze nu uit te kiezen. En hij zit zo lekker. Hij stretch echt heel erg lekker mee. Het is niet, ja... Zeg maar, soms heb je toch bij leer dat echt niet meerekt. Nou, deze echt totaal wel. Totaal wel. Heel raar, maar oké. Er zit van binnen ook een lekker stofje. Dus het is niet zo dat je echt dat latex op je benen hebt. En als je loopt, hoor je het ook niet kraken. En het is gewoon best wel een mooi stofje. Het ziet er niet extreem nep uit of zo als je hem aan hebt. En de lengte is ook voor mij echt perfect. Terwijl welke maat is dit? Ja, een XS. De lengte is voor mij ook echt perfect. Hij is echt heel erg leuk. Dit vind ik dan weer bijvoorbeeld heel erg leuk met... Die glittertop erboven. Of juist dat velvet topje. Maar ook voor in de winter als het wat kouder is. Gewoon een lange trui hierop. Ook heel erg leuk. Dus deze. Dan nog een broek. Waar zeg, ik vind hem heel leuk. Maar of hij bij mij mooi staat weet ik niet. Want ik ben best wel klein. En ik was helemaal vergeten erover na te denken. Van oh dan lijk ik nog kleiner als ik deze broek aan heb. Maar het is dus een soort van het is een ruffelpants. En die komt dan zeg maar tot de helft van je kuiten. En ik vind hem echt onwijs leuk. Als je met mooie hakken eronder aan hebt. Of gave sneakers of zo, weet je. Vind ik hem echt onwijs leuk. Maar of die echt goed is voor mijn figuur, dat weet ik niet. Want mijn benen lijken er wel kleiner en iets dikker door. Maar ik vind hem wel echt heel erg gaaf. Deze vind ik dan bijvoorbeeld gaaf met het glittertopje. En een item wat er zo meteen aankomt. Vind ik dit heel erg leuk. Dus deze en deze heb ik... In een one size. Want er is maar 1 maat. Dus dan heb ik die ook maar in 1 maat. Maar deze vind ik echt heel erg leuk. Alleen ik moet nog even kijken hoe ik hem zeg maar mooi kan combineren. Dat ik langer lijk. Als ik bijvoorbeeld gewoon een zwarte top hierbij aantrek. Dan lijkt het 1 geel. Dan lijkt het misschien wat langer. Dat moet ik eigenlijk eens even proberen. En het laatste item is dit gele spijkerjasje. Maar het is zeg maar een crop jasje. En nu staat de kleur me niet echt. Omdat ik heel erg bleek ben. Ik moet binnenkort even onder de zonnebank of zo. Maar dit is in een maatje XS en ik vind hem echt onwijs leuk. Ik vind dit zo leuk voor de zomer met dan een shortje. Of inderdaad voor dit, voor in de winter met die ruffelpants. En dan dat glittertopje en dan deze jas eroverheen. Vind ik gewoon echt heel erg gaaf. Dus deze in een XS. Dat waren alle items die ik van straat zou mogen ontvangen. Waar ik echt onwijs, onwijs blij mee ben. Ik zal alle links even in de beschrijving zetten. Zodat als je het wil shoppen, dat je het weet te vinden, zeg maar. Ik ga nu even 2 pakketjes op de post doen van Unite Wardrobe. Ga ik even panties halen bij de HEMA. Want ik wil morgen een rokje aan. Maar ik heb geen panties meer. Dus dat ga ik even halen. En dan daarna, na vanmiddag, ga ik naar Char toe. Dus dat is de planning voor vandaag. Hij filmt al, hè? Oh, ja. Ik ben bij Char. Char, mag ik even je camera laten zien? Ik heb het helemaal niet laten zien. Maar nu is het niet opgeruimd. Nee, dat maakt niet uit. Oké. Okay. We gingen natuurlijk een paar duizend vlogs geleden. Gingen we Char de kamer verven. Het is uiteindelijk de ramen. Kapot blij. Eerlijk, die lampjes zijn echt leuk. Ja, het is kapot leuk. Als je zo eronder staat, zeg ik zo.
Wee. Wow, kapot goed dit. Moet hier ook die video dan op nemen. Kijk, ik heb ook nog een leuke achtergrond. Ja. Oké, okay, Char en ik hebben vrijdag iets bekend gemaakt op Insta. Ik ga het even laten zien. Superleuks. Want Char en ik gaan samen een... Ja, hoe noem je dat? Niet zeggen wat het is. Maar we hebben samen iets... Gaan we iets doen. En de naam is al bekend. Ik weet of je het kan zien. Ik moet ervoor klikken. Ja, nu. De naam is al bekend. Doe het dan even zo. Wat? Oh, zo. Flop de label. En je kan het ook al volgen. We hebben al 1532 volgers. Kapot veel. Superveel. Veel. En gisteren opgezet. Ja, en 1 november komt erop te staan wat het precies is en wat we gaan doen ermee. En ik heb er zoveel zin in. Ja, dan komt de rest van de informatie zeg maar erop. En we zijn nu allemaal dingen aan het voorbereiden. Die we, hoe we het willen doen en wat we willen doen. En... Het is kapot leuk. Ja. We krijgen heel veel vragen daarna, maar we zeggen het gewoon niet. Nee, 1 november kan je het zien op onze Instagram en op die van Vlot. En op YouTube. Ja. Dan gaan we een video maken wat het met is. Wat het is. En wat het inhoudt. En wat erop komt. En hoe en lachen. Wat. Misschien gaan we wel zingen, jongens. Gaan we wel een zangkanaal maken. Nou, ik hoop het niet voor je. Oh, het is al 5 over 5 trouwens. Echt? Maar dat gaan we dus doen. Ja, we gaan naar Quick HBS. En naar de Mac. Ja, en zo, het is echt kapot mooi licht hier. Ja, we moeten hier echt een keer een video opnemen. Ja, maar Mukbang mag wel. Oh, sushi. Ja. Het is echt lekker niet dood, Remy. Zin in sushi. Ik ging het gisteren opzoeken, hè. Het is kapot goedkoop. Ja, het is echt mega goedkoop. 8 stukjes California 6,50. Ja, het is echt heel goedkoop. Allemaal, als je in Den Haag woont, naar Sushi Doremi. Doei. Ik heb 1 keer besteld, maar niet. Als je nu op hebben in Vlot Label, klik dan even. Volgen! Ik kan echt niet meer wachten. Ik ben zo verdiend, toch? Ik ben zo benieuwd hoe het gaat lopen. Ik ben benieuwd hoe mensen erop reageren. Ja. Schat, denkt iemand echt dat we eten gaan verkopen of zo? Nou, we gaan een zangkanaal beginnen. Of een zangkanaal. Violles. Wij gaan violles geven. Leuk, top. Oké. Doei. Hallo. Nee, maar we zijn wel, denk ik wel leuk. Ik vind met je Dr. Martens leuker. Nou. Vertel het maar. Dr. Martens. H&M. Mijn Porsche. Sarah, H&M of Stradivarius. En deze is van... Super Trash toch? Of Scorch? Nee. Scorch en Soda, maar die heb ik gekocht bij een vaasje bij Tess. So, that's the outfit. Maar... Ja, Charlotte. Ja. Hoi, doei. Wat is het nou weer? Nee. Goedemorgen. Hi. Het is zondag en gisteravond na de voetbalwedstrijd is Zoe en wij blijven slapen en we gaan vandaag naar Thuishaven in Amsterdam. Dus kijk even onze mooie glittertjes. En we gaan nu even geld pinnen, bij de Albert Heijn even een broodje halen. En dan gaan we naar Centraal, gaan we daar met de taxi met z'n allen naar Amsterdam toe. Dus dat is echt vetje gezellig. En ik hoop dat het daar niet zo, zeg maar, ik hoop dat het daar niet binnen, dat iedereen zweet en dat ja, dat is echt zo'n nare sfeer, zo grimmig. Ja. Nee, dat heb ik echt ja, niet. Komt heus wel goed. We gaan nu lekker het winkelcentrum in met onze glitters. Met onze glitters, kijk hoe iedereen ons aankijkt. We lopen ook nog eens met een camera aan onze hand. Stop. En met hele korte rokjes aan. Hoi maat, het is vandaag dinsdag. Eigenlijk hoort deze dag helemaal niet meer bij deze vlog. En had deze vlog eigenlijk ook al gisteren online moeten komen. Maar zondag waren we naar Thuishaven. Dat was een feest in Amsterdam. Van Amsterdam Dance Event was dat. En daardoor was ik gewoon helemaal in de war met de dagen. Ik dacht namelijk dat het gisteren zondag was. Dat het vandaag dus maandag zou zijn. En dat de vlog pas vandaag online zou hoeven te komen. Nou, dat was dus niet het geval. Ik kreeg om 4 uur allemaal DM's. Waar is de vlog? Waar is de vlog? En toen dacht ik, oh shit, het is maandag. Is het helemaal geen zondag vandaag. Dus ja, het was gewoon heel erg gezellig met iedereen. Dus daardoor heb ik ook niet echt heel erg veel kunnen filmen. Of in ieder geval niet echt eraan gedacht om te filmen. Want als je gewoon gezellig met iedereen aan het dansen bent en zo, dan ga je niet heel de tijd je telefoon erbij pakken om te filmen. Ik heb wel een paar kleine stukjes gefilmd, maar niet heel erg veel. Ik ga nu even heel snel deze vlog bewerken, zodat die online kan. Deze weekvlog was niet heel erg boeiend natuurlijk. Het was maar van
eigenlijk woensdagavond tot ja, vandaag tot zondag eigenlijk was die. Dus heel erg kort. Maar aankomende donderdag komt het eerste deel van de Ibiza vlog online. En volgende week maandag deel 2. De vlog was, ik had zoveel gefilmd dat ik hem in 2 moest splitsen. Anders zou de vlog 1 uur en 3 kwartier duren. En dat was gewoon veel te lang voor 1 vlog. Dus ik heb hem in 2 gesplit. Dus donderdag komt deel 1 online en maandag deel 2. Dus ik hoop dat jullie dat heel erg leuk gaan vinden. Ik wil jullie in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. En tot in de volgende video. Doei doei!